Omdat ik het juridisch en moreel eigenlijk onaanvaardbaar vind dat een kleine groep vaccinatieweigeraars dat die tot gevolg heeft dat eigenlijk een hele hoop mensen doodgaan. Dus het leven van een aantal mensen wordt opgeofferd aan de vrijheid van bepaalde mensen om een vaccinatie te weigeren. En als, het zijn weliswaar conflicterende grondrechten die in het geding zijn, maar als ik moet kiezen tussen het leven van een aantal mensen en de vrijheid van een aantal mensen, dan kies ik voor het leven. Maar kan je zo zwart-wit zeggen dat de vrijheid van de een voor de dood van de ander zorgt? Jawel, volgens mij wel. Ik heb net gelezen in de krant, daar haal ik ook wel wat informatie vandaan, toevallig, dat volgens de viroloog, een collega van u, en dat is, die is viroloog bij het Amsterdam UMC, Menno de Jong heet hij, geloof ik. Die zegt, lid van de OMT. Ja. Die lid van het OMT, die zegt dat, 70% van de IC-patiënten zijn ongevaccineerde patiënten. En dat betekent dus dat als je die eruit schift, dat je dan toch al een winst boekt voor de belasting van een ziekenhuis.